Hallo Kars van IT, ik ben Mark en ik ben vandaag weer met Hearts of Iron 4. Vorige week zijn we hier gebleven bij Spanje in ieder geval. Of ja, de Fast System in ieder geval heeft gewonnen. Man, dat wordt dus echt een beetje scheidirritant. Nou ja, deze team... deze divisie is ook weer, ik moet even kijken. Waar staan jullie? Oké, jullie staan daar, dus jullie kunnen deze team nog wel even gebruiken, denk ik. Deze twee divisies die zitten gewoon hier op de grens, plus deze. Waarom niet? Oké, eens even zien. De Fortification Engineer, die moeten we wel nodig hebben, denk ik. Waar zou nou maar wezen met KDF wagen? En ik wil binnenkort Anschluss gaan doen. Daarvoor heb ik nog meer mentaal of meer mankracht in mijn leger hebben. Dat heb ik nog niet. Oké, deze pompen er al eventjes uit om eventjes de grens vanuit Frankrijk te bewaken. Ik weet niet meer waarom we het experience nodig hadden. Volgens mij niet echt ergens voor. Ik ga gewoon even kijken. Nou, Recruit Company lijkt me nog wel handig. Misschien nog eventjes... Nee, geen extra artillerie. Dat lijkt me niet echt nodig. Had het toevallig al medium? Wel heavy. Ja, we zijn sowieso nog met Magnoist en... Wel deze. Dus dat komt eraan. Oké, we gaan nu de Anschluss doen. Dan hebben we Oostenrijk ook bij ons. Dat zal wel handig zijn. Ground support. Ja, laten we die maar doen. Nou, dan hebben ze dan dit stukje land er ook bij. Dat kan altijd nog wel een beetje schelen. Dat vind ik altijd wel zo fijn als Duitsland zijnde. Want dan kun je echt zoveel... ja, hoe noem ik dat? Dan kun je echt zoveel land van anderen afpakken. Dat is echt zo hilarisch en ook zo fijn. Ja, de Westfall die hebben we in ieder geval. Dat is mooi. Kijk, ze zijn nog heel wat bezig met olie en alles. Maar dat gaat nog wel even duren. Ja, de allies die zijn dan weer heel gigantisch. Nou ja. In ieder geval als we Polen gaan aanvallen kan dat heel gemakkelijk. Dat scheelt. Ja, huh? Oh, man. Goedemorgen. Het is middag, maar. Goedemorgen. Captain of Industry. Ja. Reset Eastern Claims. Dan hebben we hier ook nog een aantal gunstige divisies. Welke horen hierbij? Dan pleuren we jullie gewoon divisie hierbij. Zo. En dan hebben we nog een beetje dingetjes. Misschien het beste hierop kunnen gooien. Die gaan we nog wel hard nodig hebben, denk ik. Welke lijkt me ook nog handig? Waarom niet deze? Waarom niet?
kan zo dadelijk ook zijn datenland eventjes demanden. Dat is wel fijn. Deze kan wel weg. Die hebben we op zich niet heel hard nodig. Dankjewel. Die man tussen Deteland. Dan hebben we nog even een plekje. Maar deze. Waarom niet? Hoe zit het eigenlijk met onze floten? Oh, 24 submarines, 4 destroyers, 6 light cruisers en 3 heavy cruisers. En dan komen er nog wat van die capital ships bij. En deze vloot hoeven we natuurlijk niet echt groot te maken, want dat is echt niet nodig. Armor Genius. Ja, dit zou ook wel handig zijn. Van Erwin Rommel. Dus die moeten we eigenlijk ook nog eventjes erbij regelen. Maar dan moeten we dus een andere voor hebben en dat is welke? Army Innovations. Ja. Dan moeten we die zo maar even doen. Ja, het is een Deteland. Volgens mij krijg ik daar ook wel meer manpower bij hoe meer land ik heb. Dus dat is ook wel fijn. Eerste battleship komt eraan in 5 jaar, 1943. Ja, dat komt omdat we natuurlijk. Kunnen we beter even zo doen. Dat scheelt weer even een beetje tijd. Nou, Sudetenland. First Vienna Award. Oké, waar hebben we vliegtuigen? We hebben vliegtuigen in West-Polen. Om even zeker van de zaak te zijn. Ga ik de rest eventjes allemaal in ons gebied houden. Ook om daar een beetje superiority te krijgen. Even zien welke we nodig hebben. Ja. Want ja, eigenlijk had ik net ook de bombers bij ons gebied gezet, maar dat blijft toch van ons. We hebben eigenlijk alleen maar van die fighters nodig. In onze air superiority, dus dat is wel handig. Moeten ze ook even Army Innovations gaan doen. Ja, ze worden wel nationalisten. In 1939, oh, misschien nog wel eerder. Army Innovations. Daar hebben wij zo dadelijk even op.
gaan doen. Nu even war economy. Oh ja, dat komt toch goed. Nou, artillery upgrade. Wie zit er nou weer te tuten buiten? Ik weet niet of jullie dat horen, maar ik hoor het sowieso. Sluit het duidelijk te horen. Oké, ook iets van mijn boys. Prachtig. Panzer 3. Artillery's hebben we wel genoeg van. Spot equipen nog niet helaas. Nou ja, motorized hebben we daar mechanized gemaakt binnenkort. Dat komt ook wel goed. Ah, dan moeten we ook nog met Lithuania even de oorlog voeren. Dus deze mogen weer een aparte. Die gaan dan mooi deze grens bewaken. MP38 hebben we betere wapens. Mooi. MP38 in 1939. Dan MP39 van gemaakt. Veel of checkers of oké, ja. Laten we dat mee eens hebben doen. Ja, in ieder geval upgrade, dat is echt onmundig veel. Maar ja, dat komt wel goed. In de tussentijd gaan wij lekker even Tsjechoslowakije een beetje gobbelen. Natuurlijk Hongarije. Oké, we hebben nu mechanized, dus we moeten dan ook nog even de doctrines wel even aanpassen. Mechanized. Partition Czechoslovakia with Hungary. Waarom niet deze? Ik heb Hongarije ook nog een stukje en dan heb ik geen puppet state. Dat scheelt ook weer. Die band Slovenia. Jullie mag eventjes. Oh, nee. Hier staan.
Oh. Maar het is ook wel fijn voor Hongarije hebben en ook wat meer troepen en meuk ding. Deze hier eventjes heen maken. Ik hoop maar dat Joegoslavië gaat accepteren, want dat is wat de oorlog. Daar neem ik alles over. Dus of één provincie of het hele land. Makkelijke keuze. Zo groot is die is dat stukje land ook niet. Het is alleen maar dit gebiedje. Tussentijds zitten we wat meer legers daarbij. We kunnen zo lang tijd het stuk war doen. Kan. We gaan eens deze kant op. Ik denk dat we beter zo lang deze kant op kunnen gaan. En misschien, heel misschien, kunnen we een Berlin-Moskou faction maken. Dat zal wel heel chill zijn. Ik ga het gewoon proberen, we zien het vanzelf wel. Oké, waar zijn jullie de forten aan het maken? Oh ja, daar. Hoe zit het hiermee? Mwah. Hey, ik kan weer iemand die fighten. Oeh, Roemenië. Ik ga nog geen oorlog met geallieerden doen. Dat echt even niet. Proof natural spirits. Treaty with the USSR. Ik ga geen oorlog verklaren met hun. Hoe lang deze? Oh, 1941. Ja, ik hoef het eigenlijk niet te doen. Maar ja, met geallieerden hebben we sowieso wel binnenkort een keer een oorlog. Maar hey. Ik laat er nog even wat meer divisies daar even naartoe pompen. Zo, 20. Oh ja, verrek, ik heb wel veel meer manpower nu. Dat is mooi. Wat is nu de bedoeling? Zou ook wel handig zijn. Maar ja, als wij een alliance met fucking Sovjet-Unie kunnen maken, dan hoeven we dat stuk land ook niet te infiltreren. En dan kan ik me gewoon een beetje focussen op de geallieerden. Dat zou natuurlijk ook heel handig zijn.
We gaan het zien. Top. Molotov, Ribbentrol Pact. Ga gewoon lekker die kant op. Gewoon die kant. Even zien. At peace, Soviet Union at peace with German Reich. Soviet Union is fully independent. It forward with the USSR. This will demand access and create a burn Moscow faction. If the Soviets accept our offer, we will suffer some loss of national unity due to this change of policy. Needless to say, our fellow fascists and the democratic powers will also be upset by this turn of events. Except for communist and fascist. Dat zal misschien wel een beetje problemen voor zorgen, maar als ik dit doe... Is dat wel handig? Nee. Ik wil zeggen, lijkt dat maar doen, maar als... hoe hoger ons percentage komt, hoe beter het is. Dat is wel nog een fascism ding van... Nee. Oh, jammer. Ja, die basic stability die kunnen we wel goed gebruiken. Waar gaan we jullie even neerzetten? Daar. Maar dat heb ik eigenlijk alleen nog maar in video's gezien. De Berlin-Moskou access. Dat heb ik nog één keertje gezien op YouTube, laat ik maar zeggen. Maar ja, het zou fijn zijn als we dit gebied ook als vrienden hebben. Want dan kunnen de allies het wel schudden. Vooral met Amerika erbij. Hey, hoe kom ik aan zoveel? Sure. I do not mind. Nice. Molotov, Ribbentrop Pact. Goede vriendjes te worden. En als we ook nog dit kunnen doen. Oh. Ik zit nu even de tekst helemaal onderin te lezen en er staat ook with the USSR as an ally who we would have access to all the resources we need. In addition to the military power, of course. Dat kan heel handig zijn als we dit goed doen. Want op zich, ik heb ook niet anti-combatant pact gedaan. Dus, dat is ook heel handig. We gaan het zien. Hopen dat de Sovjet-Unie agrees en alles en die meuk. En als Italië ook nog mee doet, nou, top. Ik weet dat nog niet zozeer zeker van Japan. Die zijn non-aligned geworden. Why? Dat zie ik ook heel vaak gebeuren, dat ze non-aligned gaan. Wat nut heeft dat? Wacht wat.
Ah, het zal wel. Oké, we gaan het zien. Over 5 dagen. En als het lukt, jongen. Please. We gaan het zien. Ik zou het top vinden als het nog werd. Is het... has it happened? Did it happen? Oh my god, nee toch. Oh, yes. Oh, die zijn we... echt OP. Holy pindakaas. Zullen we China bij te voegen? Waarom niet? Want Japan die wat toch nog lijkt dus. Oh, dit is fijn. Demand Eastern Poland. Danzig War. Kan dat? Dat zou ik ook wel graag willen. Nou ja, we hebben de Molotov-Ribbentrop Pact ook nog. Behalve dat is nu niet meer nodig, omdat er nu allies van elkaar zijn. En dat is heel erg fijn. Ze hebben gewoon overal hebben ze gewoon troepen neergezet bij onze grenzen. Oh, dit wat. Holy fuck. Komen ze zoveel divisies? Oh, of Frankrijk. Oké. Ja, dat hebben ze wel goed. Ah, dat hebben de meesten goed, ja. Dat gelijk dat gaan doen. Hey, Turkish Empire. Oh. Ja, dat is ook fijn. Maar ik ga nu deze aflevering weer afsluiten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Geef like aan mijn kanaal. En zie ik volgende keer weer. Later.